Koekoe, ik ben Arno de Kit. Op school was ik vaak de clown in de klas. Ik wist bij God niet of ik in de juiste richting zat. Chance zijn er leerlingen die dat wel weten. En die van hun passie hun job willen maken. Was ik zo'n gasten samenzet en stevig challenge. Welkom bij de juiste richting. In deze aflevering breng ik 5 crazy dudes uit de richting automechanica samen voor een stevige challenge. Ik ben Jeremy. Jeremy, aangenaam Panna, man. Mijn achternaam is Panayotis Theocharis. Panna voor de vrienden. Panna voor de vrienden, ja. Ik ga 3 dagen gaan werken en ik ga 2 dagen naar school. Mijn leerkrachten zeiden van ja, waarom zou je geen AI zo doen? Je zou dat kunnen, je kan dat makkelijk aan. Ik had toen al het gevoel dat ik echt iets zou doen met mijn handen en dat achter een schoolbank zitten voor mij voor problemen zorgt. Welkom, wat is het nog? Jordi, aangenaam Panna. Jeremy. Aangenaam. Mijn papa is autohandelaar. Daarvan ben ik in de auto's eigenlijk opgegroeid. Na school werk ik bij mijn papa. Welkom, wat is je naam? Abdullah. Hallo, Jordi. Ah, wat is jullie toekomstplan eigenlijk? Eigen garage, dus zelfstandig. Nee, garage, zelfstandig. Ja. Wij ook hetzelfde doen. Allemaal zelfstandig. Best, ja. Ik ben van Syrië, ik ben al nu denk ik 8 jaar in België. Maar dat was ook niet echt school waar je kan gaan. Want er was wel school, maar je gaat 2 uur, daarna er komt een vliegtuig of zo, daarna moet je terug naar huis. Dus dat was echt door oorlog. Dat je niet meer naar school kon gaan. En ik ben dankbaar voor mijn ouders. Die hebben mij naar België gebracht om te kunnen studeren, om mijn richting te kunnen doen. Mats, aangenaam. En van waar kom je? Ja, ik zit hier op school. Dus dat is bij de deur. Goedendag. Ready, boys? Ja, zeker. Ja. Beetje gezonde stress? Beetje. Ja, benieuwd. Of erbij, ja, maar. Ja. Erbij, ja. Vooral benieuwd. Ik ben ook mega benieuwd. In deze doos zitten de tips wat jullie gaan moeten doen, wat de challenge gaat zijn. Doe dat goed. One team, one spirit. Ja. Ik zie een helm. Een helm, ja. Aarde, sleutel. Bag of dirt en een pijp. Die zit erin. Nee, maat. Ja. Dus ik denk dat er voor de veiligheidsbeugel of zoiets zou zijn. Dus ik denk legit dat het iets te maken heeft met de off-road of rally of zo. Zeker weten. Yo, dag mannen, Everett Rob hier. Er is een ding dat al heel lang op mijn bucketlist staat en dat is racen met een rallycross auto. Dat is eigenlijk een auto die race op een speciaal soort circuit, zoals hier in Arendonk. Dat is zowel op asfalt als op zand, met scherpe bochten, alles. Alles om er een gigantisch spektakel van te maken. Dit is mijn opdracht. Jullie moeten voor mij een rallycrosswagen maken. De bedoeling is dat hem stoer is. Maar het allerbelangrijkste is dat hem veilig is, oké? Okay? Want ik wil hier niet uit de bocht vliegen en in een rolstoel naar huis gaan, oké? Okay? Ik verwacht jullie morgen hier in Arendonk. Dus jullie hebben niet zo lang, maar ik geloof in jullie. Let's race. Ja, sowieso. Jullie hebben het gehoord. Ja, voilà. De challenge is duidelijk en dus is nu full gas pimpen. Alleen, welke auto? Een Seentje. Prachtig. Ja. Heeft ze een naam? Moeten we een naam bedenken? Beyoncé. 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 Stop me allemaal in, jongen. Ja, dat is die wel. Het begint al. Dat is die wel, hè. Houston, we've got a problem. Beyoncé start niet. En dus zullen de boys ze eerst weer aan de praat moeten krijgen. Ja, probeer ik. Top. Nee, maar ik hoor die benzinepomp echt niet aanslaan. Ja. Volgens Jordi is er een zekeringstuk. Maar waar die juist zit, moeten ze eerst even opzoeken. We zullen de C1 zoeken. Citroën. Benzine. Dus ik denk op het nummertje K49, dat is een relais. Ja. Als deze kapot is, kan de brandstofpomp niet werken. We hebben de brandstofrelais gevonden. Echt? Ja. Deze bestaat uit 2 delen. Mm. Dus deze moet uitklikken. Bij de meeste auto's kun je overal wel goed aan. Oliefilter van die dingen. Maar bij Fransen zit er altijd darmen in de weg en buizen. Ja, dat is gewoon niet fijn. Je zit er altijd veel langer aan te werken. Ja, hier maar 4 staan knoeien. Ik ga anders doen we al de binnenkant beginnen demonteren. Ja, dat kunnen we wel doen, hè. Take it all out, just a little if you like. It's pure. It should cost a billion to look this good. Oh, yeah. But she make it look easy cause she got it. Check my technique. Ik heb Beyoncé nog nooit zo naakt gezien. De auto. Maar na 2 uur zoeken hebben ze Beyoncé nog altijd niet gestart. En ik voel de sfeer een beetje omslaan. Ik denk, Arco, ja, onduur, ik weet het gewoon niet. En vinden daar iets van?
alleen maar die twee rollers, maar er staat wel de rode stip op alle twee. Hè. En dus checkt Jordi opnieuw alle zekeringen. Maar dat werkt nu. Die is kapot. Probeer een keer. Ja, dat gaat hem zijn, denk ik. Dat is gewoon een stom zekering. Ja, toch. Ja, goed. We zijn er toch, joh. Ik heb het. We hebben het toch al gecontroleerd. We keken van, maar is hij kapot of niet? Dus wij dachten van, precies zo'n een vleesje. Ik dacht persoonlijk van dat ik ze allemaal had nagekeken. En Jordi had de enige gevonden waar ik niet, niet had nagekeken. En dat was juist het probleem. Dus, ja. Daarover komt de beste pannen. Bon, de boys hebben veel tijd verloren, maar nu Le Petit Bijou weer start, kunnen ze eindelijk beginnen ombouwen. Dit is het plan. Eerst moet er een steile constructie of rolkooi ingebouwd worden. Die moet mijn broer beschermen als hij overkop zou gaan. Daarnaast gaan ze de uitlaat en de luchtfilter vervangen om zo Le Petit Bijou op te drijven. En als dat nog niet genoeg is, willen ze hem verlagen, hier en daar spuiten en krijgt hij nog een spoiler erbovenop. Hoe vet is dat? Jij bent Belgisch kampioen? Ja, de autocross. Dat is eigenlijk niet een hobby, dat is uw leven gewoon. Ja, dat is inderdaad mijn leven. Ik heb heel mijn motor van A tot Z alleen opgebouwd. Maar allee. Dus veel doen dat, steek naar binnen, een herkende firma voor op te drijven, voor te tunen. En ik heb dat niet gedaan. Het is mij dan toch gelukt. Gewoon de passie ook gewoon. Ja, inderdaad. Een keer proberen zien. Het is dat. Maar bon, ik zal u laten verder vakken. Goed. Hey, zie dit zo echt. Zo hard heb ik gewerkt. En kijk eens de school. Kom maar aan. Ja. Ik ben een rookie, maar... Alles op zijn tijd. De vijf smijten zich nu volledig op de rolkooi. En omdat zo'n steile constructie inbouwen een pak werk is, beslissen ze om nog luid door te vakken. De gasten hebben vannacht nog tot 3 uur doorgewerkt. Dat is crazy. En ook al vroeg in de ochtend is het weer full gas in de garage. Oké, leg het mij een keer uit. Ga ik naar die metalen buis en druk daar een keer op. Kijk, er gebeurt niets. Dat samen, dat werkt wel. Wow, yo! Dus je zet dat hierop, zodat je spanning krijgt. En jij vertrouwt mij daarmee? Ik vertrouw je daarmee. Ik kan niets misstaan. Ah! Dat is hier niet voor pussies, hè. Jesus fucking Christ. Maar ik zit er ook onder. Ai, ai, op mijn teen. Er is Rene in dat bolletje gegaan. Hoe fearless zijn jullie, Mick? Ik heb weer schrik van mijn leven. Je zit hier gewoon chill. Gewoon. Je hebt daar ook al 6 uur aan een stuk gedaan. Elke buis dat je hier ziet. Jesus fucking Christ, man. Ah, stop. Voor de eerste keer is dat vrij mooi gedaan. Ja? Dat is toch de eerste keer, hè? Ja, ja. Dat geloof je niet. Echt? Maar stop. Ja, flirt. Nu de drop. Oei. Oh, ja. De auto is bijna klaar. Maar om straks mijn broer veilig mee te laten racen op circuit, moet alles tip-top zijn. Dus haal ik expert Tom erbij. Oh, dat ziet er sexy uit. How you doing, man? Alles goed? Ja, dat is wel, man. Is het done? Yes. Hij is gedaan. Oké. Okay. De patroon gaat een quality control doen. Cool. Bolkooi. In verband met de veiligheid. Bolkooi. Remsysteem. Remsysteem. En niet onbelangrijk, de decibels voor op circuit. Het mag niet. 95 is het. Ja, 95 decibel. Oké, oké. Okay, okay. Dus, ja, dat is de wetgeving. Dat kunnen we niet buiten. Dus... oké. Okay. Goed, maar eerst even de rolkooi checken. Ja. Ja, van voorbaar ook geplaatst. De andere kant geel tegen de deur afgewerkt, die deursteel. Ja, laat eens zien. Dat is heel
mee met de rubber. Ja. Dus als de deur toe is, kijk, we kunnen uw vingers er niet in steken. Ja. Heel goed gedaan, mannen. Echt goed gezien. Oké, okay, mocht je starten. Ja, je moet niet weten dat hij gaat klinken. Ik heb nog niet gehoord met die uitlaat. Oh shit! Limiet was 95. Hoe perfect kunnen ze het maken? 94,9. Oh. Prachtig. Nu, geen onbelangrijke, de remtest. Was dat al goed? Ja. Ja? Ja. Nee, jawel, jawel. Jawel. Perfect. Perfect. Is dat goed? Ja. Ik snap nu de handrem. Oh, nu de handrem. Ik snap niks van al die cijfertjes, maar alles lijkt oké. Okay. Allee, tot bij de laatste test, de handvrij. Ai. Zo, hè? In 90? In 90. In 90 is niet. Ja, moet aanspannen, hoor. Maar is die al aanspannen geweest, of niet? Ik heb er niet aan gewerkt, ik. Niemand die van mij eruit. Ja. Nou, ik heb mijn werk allemaal gedaan, wees op. Ja. Niemand die van mij eruit. Wat betekent deze? Want ik snap er niks van. Zoals je kunt zien, er is een verschil van 90% tussen links en het rechtse wiel achteraan als we de handrem gebruiken. Het is heel belangrijk om een goede werkende handrem te hebben, zeker bij een noodstop op het circuit, of eventueel om de bocht iets schuiner te pakken, is het wel belangrijk dat die wielen, alle twee links en rechts, dezelfde remkracht hebben. En dat is op dit moment absoluut niet het geval. Maar voor de rest, alles? De rest is perfect. Prima gewerkt, tijd goed gerespecteerd. Juist die remmen nog in orde maken. Binnen 25 minuten vertrekken we naar het circuit. Pitstopje maken. Come on. Oh shit. Hallo, hallo, hallo. Ça va? Yes, yes. Vind je het spannend? Ja, alles goed. Deze is de groep. Mooie groep. Dus de challenge was van een normale auto een rallywagen van maken, maar er waren een paar dingen belangrijk. Het belangrijkste was dat hem er cool uitzag. En nog belangrijker was dat het veilig is. Ik heb net een kindje. Ik zou wel graag willen dat hij niet zonder papa moet op. Dus hij is Peter, dus dat moet hij Als hij er niet meer is, dan moet ik hem pakken. Ik kan u zeggen, hij is er nog niet klaar voor. Wil je hem zien? Ik wil hem heel graag zien. Ik heb hem maar gezien. Hij is echt schmexy. Ja, damn. Beyoncé. Beyoncé. Damn. Oh, shit. Zalig. Oh, joh. Deze is echt cool. Flames on the side. Dikke rims. Oh, jong. Dikke spoiler. Jullie hebben zelf de motor en zo aangepast. Ja. Even een mooie luchtfilter. En waarom is luchtfilter goed? Hoe beter de koude lucht dat de motor heeft, hoe meer vermogen dat hij sowieso krijgt. Hoe sterker dat hij is. Dus, het is gelijk een mens eigenlijk. Die is zot. Maar het is echt cool. We hebben een veiligheidsbeugel ingemaakt. Die zot heeft zo lang gelast dat hij helemaal verbrand wordt. Check die zijn armen. Echt? Ah, oh. 7 uur aan een stuk. Wat was 7 uur aan een stuk gelast? Vitas. Geef maar gas, geef maar gas, geef maar gas. Oh, yes. Ik denk dat de motor warm is nu. Qua uiterlijk, dik in orde. Ja. Maar nu, het belangrijkste is, is it right or is not right? Let's find out. Let's find out. Maar nu is er een kleine verrassing. Ja. Ik ga je niet alleen al de fun geven. Ja. Ik ga ook mee rijden. Echt? En wij gaan racen. Nee! Ja, ja. Echt? Ja. Oh. Zalig, Vitain. Echt? Ik heb hier heel het weekend voor geoefend. Oh. Dat heeft een veel dikker spoiler. Hey, Johnson is toch mooi. Ja, 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 respect voor Johnson. Respect hoor. Dat is met de 2-1. Vol gas, vol gas. Van breed naar binnen. Hey, Beeld is aan het rennen. Kom op, Beeld, zo. Hey.
Kijk hoe de Volksman hier heeft. Die rem, die rem, dat is angst. Oh mijn god. Nee. Oh, nee. Oh. Nu weer de binnenkant. Jawel, jawel. Ja, Beyoncé is aan het winnen, ja, ja. Ja, 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 ja. Beyoncé is aan het winnen, ja, ja. Again, opnieuw. Yeah, let's go! Beyoncé! Yeah. What the fuck? God, oh my crazy. God. Het is wel zot eigenlijk om die Otto dan eindelijk op het circuit te zien. 24 uur aan zitten werken. En dan nog zo'n prestatie zetten. Ja, dat is top, hè. I got you. What the fuck? Hey, goed gedaan, hè? Is die Hoekert? Ja, ja. Hoekert? Ja. Hij gaat hard. Ja, hard, hè? Zij gaat hard. Ik ben echt trots op Beyoncé. Ze heeft dat vrij goed gedaan. Ze heeft heel veel pit. En ik had nooit gedacht dat ze die E36 eruit heeft kunnen trekken. Dat is gebeurd. Dus, ik ben trots. Ik heb gemerkt dat als je mensen leert kennen wat je nog nooit van leven hebt gezien en je hebt een passie waar je allemaal in common hebt, dan dat brengt heel veel in de vriendschap. Goed gedaan. En nog eentje cadeau. En een snowdrop. Ja. Yeah. Yeah.